Ik heb deze kerk nu al in een aantal gedaanten voorbij zien komen in het afgelopen jaar. Heel goed gevuld. Soms bij een dienst, soms bij een andere vorm van een plechtigheid. En ook een aanzienlijk aantal keren met een concert. En ook dan altijd heel goed gevuld. En dat is zeker ook het geval bij concerten zoals deze. Dit jaar is het anders, zoals alles anders is. Een van u zei net al, het heeft als voordeel dat er vandaag gegarandeerd niemand gaat hoesten. En het heeft ook als voordeel dat u allen onbelemmerd zicht heeft op de muzici. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor u thuis die dit later of misschien nu wel live via de videoverbinding alsnog meekijkt. Hartelijk welkom allemaal in de kerk van Roosendaal, in de gemeente Roosendaal. Mijn naam is Esther Westijn, ik ben burgemeester hier en ik ben zeer blij dat ik ook dit jaar het Zoomfestival mag openen. Want wat fijn en wat bijzonder dat we in deze tijd toch dit festival hier kunnen verwelkomen. Zij het in aangepaste vorm. Wat een uitdaging moet dat zijn geweest voor de organisatoren, maar vanzelfsprekend ook voor de muzikanten. Want ja, stel je het maar eens voor. Het maken van muziek is je levensbehoefte. Enerzijds financieel, omdat je toch iets moet hebben om van te bestaan. Maar anderzijds ook omdat je iets uit te dragen hebt. Omdat je kunst maakt. Omdat je eraan hecht dat mensen kunnen genieten van je muziek. En dat kan niet in deze tijd, in deze coronaperiode. Of nou ja, het kan wel. En dat ziet u maar. Maar dan wel anders. Ik leef ontzettend mee en heb dat ook gedaan in de afgelopen weken en maanden met de organisatoren van allerlei prachtige culturele, kunstzinnige, ontspannende, muzikale evenementen die in deze gemeente niet konden doorgaan. Evenementen waar vaak al weken, maanden aan voorbereidingstijd en ontzettend veel energie en enthousiasme ingestoken is. En plots hebben we dat coronavirus. En kan het niet doorgaan. Dat is ontzettend spijtig voor het leven, ook in onze kleine en vrij hechte gemeenschap hier in Roosendaal. Des te mooier ook dat dit soort initiatieven die wel doorgaan, ook kunnen worden uitgezonden. Zodat we er niet alleen nu van kunnen genieten, maar ook later. En dat is dan misschien ook wel weer een voordeel van deze coronatijd. We worden ineens allemaal wel flink digitaal vaardiger. En waarom niet ook andere keren dit concert uitzenden, volgende jaren? He, voor speciale gasten, voor de vrienden van Zoom. Wie zal het zeggen? Ik zie allerlei vernieuwende mogelijkheden opdoemen, zelfs bij dit soort festiviteiten. Ik was ook even bang dat ik mij zou verspreken en het niet zou hebben over het Zoom-concert en de Zoom-concertenreeks, maar over Zoom, een voor sommigen van u misschien wel bekend programma om mee te videobellen, wat ik de afgelopen weken en maanden zeer intensief gebruikt heb. Dames en heren, ik wens u allen een zeer aangenaam concert. Ik hoop dat u ervan geniet. Ik hoop dat u zich kunt laven aan de energie van de muzikanten. En dat u hun vreugde om gewoon weer voor het publiek te kunnen spelen kunt voelen en kunt meemaken. Ik dank de organisatie van deze Zoomconcertenreeks van harte. En ik dank vanzelfsprekend de muzikanten voor het concert dat zij nu gaan geven. Geniet u ervan. Dag dames en heren, ontzettend warm welkom in deze prachtige kerk in Roosendaal. Bedankt voor de introductie ook. We gaan een bijzonder concert voor u verzorgen. Wij spelen straks met het Ruisdaal Kwartet een heel bijzonder stuk van Beethoven. Daar gaat Joris zo direct iets meer over vertellen. Maar we beginnen met een heel bijzonder stuk, een eigen compositie van een hele speciale gast die speciaal voor Zoom 2020 helemaal uit Londen is gekomen. En ze speelt van God. En ze gaat zelf iets vertellen over haar stuk. Hier is Emily Hultmark. Goedemiddag. That will be my one and only attempt at Dutch today. I did not expect to be here at all, so I'm feeling very lucky. I came from London 2 days ago, and there we have had quite a heavy lockdown.
I had 2 months or more of no playing with others. And I needed to create. I was going to do some electronics at Geese's Zoom festival. And then I knew it wasn't going to happen. So I put together a few minutes for myself, for my cat. And I felt that I was becoming myself again just from creating. Many people ask what this instrument is. Even more people ask what this combination is. This is a bassoon, and I like to take words and sounds from everywhere. When I travel, when I read, and I like to put things together and see what happens. And together with my job, which is in the Philharmonia, together with Geese, it is something that makes me feel quite whole to experiment. I am still in the beginning phase of this, but it is a special thing for me to do. Dank je wel.
Dank u wel, dames en heren. Wijnen, zorgen, klagen, dat was de titel van het programma wat wij zouden gaan spelen op deze vrijdag aanstaande. En het programma zou plaatsvinden in de industriehal van Thomassen en het was totaal gebaseerd op heilige gebeden uit alle windhoeken, zou je kunnen zeggen. Het stuk wat Emily net speelde, Vitya was daar onderdeel van. En dat was gebaseerd op een lied van Ravel, Kaddish, een Joods gezang. En dat is totaal verbasterd tot wat zij ervan heeft gemaakt. Er is nog weinig van overgebleven, maar het is een heel indrukwekkend ding wat zij heeft gemaakt. Een stuk wat wij ook zouden gaan spelen en nu vanavond wel spelen, dat is Der heilige dankgezang eines genezenen an die Gottheit van Ludwig van Beethoven. Dit stuk schreef hij in 1826 toen hij net was genezen van een hele ernstige ziekte. En als dank aan de Godheid heeft hij dit stuk geschreven. En in het midden zit een andante, een wat opgewekter tempo. En daar staat bij neue Kraft fühlend. En ik geloof dat dit ook heel toepasselijk is voor deze tijd waar we nu in zitten. We mogen weer een beetje spelen voor het publiek. We mogen weer ons ei kwijt als muzikus. En wij voelen ook een beetje nieuwe kracht. Dus bij deze een toepasselijk programma. Dank u wel.
Thank you.